Weer of geen weer, de Oosterhoutse dijk is altijd zwaar. No matter what you do, there's a place in my heart. Ik heb hier vorig jaar een hartstilstand gekregen, een plotseling, zonder voorkennis. En hier ben ik ook direct gereanimeerd door 3 mensen. En later door de ambulance overgebracht naar het Radboudziekenhuis. Ik ben pas donderdags weer bij kennis gekomen in het Radboud. Daar is mijn tweede leven begonnen, om het zo maar te zeggen. En wat doet het nou met u als u nu op deze plek weer staat? Ja, dat vind ik zelf heel moeilijk. Maar ik begrijp wel hoeveel geluk ik heb gehad en wat de andere, bij andere mensen teweeg heeft gebracht. Wij zaten aan de overkant, het was super gezellig. Ja. En toen gebeurde Nou, wij schrokken ons eigen groot. Ja. Echt, het was zo donker op heel het feest. Ja, de vrienden van mij waren erbij, die 3. En, dat klopt. Vorig jaar is mij gevraagd van, je stopt zeker met lopen. Mijn vrouw gezegd van, nou, dan heeft hij meer pijn dan zijn hart. Als dat hij wel gaat lopen, dus laat hem maar fijn lopen. Ik heb 42 keer de Vierdaagse gelopen. Dat is een grote hobby van mij. En, de dokter heeft ook gezegd dat ik dat zonder problemen kan doen. Maar ik ben ontzettend blij, mag ik je kussen? Ja, dat mag. Nou, super. Fijn dat je er nog bent. Ja, leuk. Geweldig. En super dat je meeloopt. Ja, zeker. Je mag blij zijn dat je weer terug bent. En dan moet je vooral van de tijd die je nog te gaan hebt proberen te genieten. Zullen we er eentje nemen op je gezondheid? Lijkt me een heel goed plan. Nou, kom eens. Zijn we hier mogen zitten. Zeker. We hebben nog dikwijls hier met z'n vieren mogen zitten. Ja, zo is het. En ze blijven lekker.